Het label heeft de eerste week, hebben ze om de twee dagen het appartementencomplex gebeld om te vragen of wij al wat gesloopt hadden. Dat hadden ze namelijk verwacht. De Groningse broers Werring die vormen het bandje Werring en die zijn ontzettend succesvol aan het worden in Amerika. Iedere Nederlandse artiest droomt ervan, maar voor Roeland en Erwin Werring is het realiteit. Een mega platendeal in de States en werken met de producer van bandjes als Queen, Def Leppard en Aerosmith. De eerste week ben je doodsbang natuurlijk, dat je onderuit gaat. Ik bedoel, je weet natuurlijk niet wat je kunt verwachten. En die man die heeft zo'n enorme staat van dienst. Ik bedoel, de helft van mijn platenkast staat vol met cd's waar hij direct dan indirect aan heeft meegewerkt. Ik heb nooit in mijn leven zo'n mooi studio gezien. Platenmaatschappijen in Nederland zien geen brood in de mix van hippe popmuziek en jaren 80 rock. Ze zagen het niet zitten. In Nederland is het gewoon bijna onmogelijk om iets nieuws neer te zetten. En zij wouden het uiteindelijk niet releasen, dus wij besloten om er weg te gaan. In Amerika worden de Werringbroertjes met open armen ontvangen. De maatschappij wilde juist dat wij zoveel mogelijk naar die feestjes gingen. Allemaal om gewoon je kop te laten zien en een beetje te mengen met de grote de aarde. Zodat je, ja, toch om een soort hype te creëren. Zag ik daar aan een bar en zit Paris Hilton twee stoelen verderop of zo. Mike Tyson en Dennis Rodman en Hulk Hogan. Heel belangrijk. Ja, hoer, hè, met iedereen. Kan allemaal. Ja. We hebben een heel goed promotieapparaat achter ons. We hebben een superproducer achter ons. We hebben voor 5 cd's getekend. En het ziet er wel goed uit. Ik hoop natuurlijk dat het heel erg succesvol wordt. Maar ook als het daar een beetje succesvol wordt, dan is het eigenlijk al heel heftig. Ja, dat zijn leuke plaatjes waar je kunt kijken. Ik zie jullie ook allebei de ogen uit de kassen vallen. Nou. Ja, wel, je zat echt zo te kijken. Nee, echt, en dit is nog maar de kuise versie, want er is ook een Playboy-versie gemaakt die veel verder gaat. Maar die is nu bij 3 redacteuren. Die zitten hem even te kijken, doen wat onderzoek. En is dat serieus waar? Dat schijnt echt te...